promise that I ain't going. Going I ain't blowing no smoke. I mean, I've been sober, but you should've known it. That I wasn't going. Laat je bandje even zien. Eerste hulp. Ik heb zoveel bijtrein. Oh nee, het is de eerste hulp. De eerste hulp, nee, dat zijn geen mensen. Ik hou niet zo van de spoedeisendeel. Je kijkt de hele dag. De hele dag Grace en Anthony. Ja. Ja. Niet lachen, want je was de hele dag aan het huilen. Ja. Kan je hier niet lachen binnenkomen. Waar heb je het druk in? Ik heb het herkend. Ja, leuk, hè? Ja, ik ken alles. Hé, ik ken jou van YouTube. Als diegene kijkt. Hoi. Doe de shim. Shim bij de band. Ze komen. Ik kom naar. Hé, hey, jij was aan het janken. Jij had pijn. Alsof je... Ik ga bevallen bijna. Nee. Oh, zo ziet het er wel uit. Nou, ik wil in ieder geval ook nooit een kind gaan nemen. Haar is helemaal fluffy bovenop, zie je dat? It's so fluffy! It's so fluffy! Ja. Van de achterhoop? Ja, heel staart. Niemand had mij dit verteld. Niemand heeft voor mij gezegd dat ik een dieptepunt zou kunnen krijgen, hoor. Ja, nu. Nou, allemaal mensen op weten, gaan ze nu zeggen ja. Het ligt wel in de lijn der verwachting, zeiden ze. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord, hoor. Ik dacht, ik ga de vlierenfluiten doen. Vlierenfluiten? Ja. En vlierenjepper. Ah, een vlierenjepper ben je. Nou. Ik ga even spelen op mijn fluit. Ik ga even spelen op mijn fluit. Ik ga even spelen op mijn fluit. Nee, nu ga ik dat zo hoog. We gaan bijna dicht. Die gaat er niet dicht. Nee, deze spoed gaat dicht. Ja, dat stond er ook op. Ja, dan moet je. En hier kan je s'nachts niet terecht. Dan moet je naar het AMC. Zie je, ze pijmers leest alles. Kan ik een klein beetje meer strekken? Ja. Komt op week. Ja, we hebben helemaal gehavend. Want wat hebben ze gedaan? Bloedkweekjes? Ja. Wat is dat eigenlijk allemaal? Nou, het is toch echt heel netjes uit het geluid dat je bloed in het juist gaat doen. Wat is dat? Niemand weet het. Nou, dan moet ik zeker nu weer gaan wachten. Ik heb geen honger. Je wordt helemaal crumpy hoor je. Ja, ik heb echt honger. De laatste broodje die ik heb gegeten was van 36. Dat is het enige wat ik nog heb gegeten. Ik vond al dat je zo hongerig uitzag. Oh. Niet weer huilen. Nee. Ik ben een beetje klaar met jouw huid. Nee hoor. Je mag ik altijd huilen. Ik kan er niks aan doen. Dat geeft toch niks. Ik weet niet dat ik zoveel tranen had. Nee. Hey. Hoor je dat? Dat is mijn buik. Echt? Ja. Dat was goed, zei hij. Mede mogelijk gemaakt door de
Nu in ieder geval geen pijn meer. Nee. Ik ben super moe. Super moe. Die oxycodon werkt, hè? Ja. Lekker slapen zo. Ja, ik had vannacht denk ik al 3 uur geslapen. Ja. De hele dag ik in Anthony gekeken. Die hond die is zo. Als je op hem gaat letten, die hond, dan is hij eigenlijk echt. Hij zocht iets in zijn speelman. Wat zoek je, Freek? Maar voel je wel verschil met die. Ja, want ik heb geen buikpijn. Heb ik wel blij. Het is toch blij dat we niet voor niks 5 uur in het ziekenhuis zitten. Nou, jij hebt 3 ziekenhuizen bezocht vandaag, Maaike. Ja. 3? Ja, hij is eerst met ons in het VU. Toen de medicijnen ophalen in het ZMC. En even bij zijn broertje in het Rode Kruis en die kleine ophalen. Jezus, 3 ziekenhuizen op 1 dag, Maaike. Woe! Yes. En je hebt nog de hele dag in de stad rondgedwaald vanmorgen. Voor Jan Doedel. Oké, niet lachen. Waarom zou ik lachen? Wat is er? We gaan er niet doorheen, maar het is een dik. Ja, dan prik je iets meer aan de onderkant. Ergens waar je nog niet geprikt hebt. Hoe kom dan het nieuw schoonmaken? Dat heb je vorige keer niet gedaan, dat is toch je eigen huid. Ja? Hij ging weer bewegen, hè? Echt. Dat is niet te doen. Ik zag hem ook in zijn ogen. Kijk, hij heeft een hele sierdang. Ja. Wil je dan zo'n klein ijsje? Of, Een Je wil eigenlijk een pillenijsje. Oh, wat zal je lekker slapen zonder pijn. Wat stond er eigenlijk op het doosje wat je. Hoeveel keer mag je deze slikken? Het doosje ligt daar. Mag alleen geen alcohol drinken. Nee, nou ja, dat was je niet van plan toch? Of waar je koningsnacht echt allemaal was gaan. Nou, ik wilde 1 drankje doen, maar niet. Nee, oh, hoezo? Om te vieren dat ik free ben. Ja, dat kan je ook met water en met fris doen. Dat is je moedertje. Eentje. Dat is je moeder. Ik heb het niet meer nodig, maar niet durf te doen. Dat staat in een hele grote gele letters. Ja, dus dan mag het niet. Nou. Zo voortaan altijd een etiketje op je. Nee. Waar is het doosje? Is het dit? Mm-hmm. Gezellig doosje. Pas op met alcohol. Ja. Drink je hele leven geen alcohol. Nou. Zo nodig. 4 keer per dag 1 capsule. Kan het reactie zitten? Zat er niks verder niks bij? Zat er geen papierwerk bij? Ja, dat ligt in de kast. Boven? Nee. Nee. Ja. Dat is wel zo aan het doen. Oxycodon. Lekker man. Wat is dit? Nou, voor het ijsje dan. Oh. U gebruikt oxycodon, temazepam, cotrimaxazol, ventolin, lorazepam, faclocyclovir, macrogol, zoutenpoeder, acrofiel, foster aerosol, esmaprazol, sulitablet. Jij zit van alles niet te doen, man. Ik zou het dan nu niet nemen. Dus gewoon, tenzij als je vannacht nou echt pijn, echt wakker wordt, dan nee, ik kan er eentje meenemen. Dan kan je toch naar je bed leggen, dan kan je het gewoon even nemen. Als je vannacht maar wakker wordt. Nee, maak ik liever even jou wakker. Waarom moet je mij dan wakker maken? Hé, man, ik maak je wakker, want ik ga er nog eentje nemen. Ja. Vaak is het zo kort tijd. Nee, je hebt 7 ingenomen. Je mag er 4 keer 1 capsule op een dag. 4 tot 6 uur. Zeg maar 7 uur, zoals jij om 1 uur... tussen 1 en morgenochtend pijn krijg, mag je hem gewoon innemen. Okay,
En voor enig. En je gaat ook niet op de klok af. Had je ook nou nog twee paracetamol erbij genomen? Ja, die heb ik meegegeven. Maar niet nu, hè? Maar heb je die ingenomen? Ook niet nu. Ja, die kan je nu wel innemen. Met het eten. Ja, die kan je nu wel innemen. Ja. Wacht even. Ik volg geen regel. Paracetamol kan je gewoon de pas en toepas innemen. Dan krijg ik daar nog een hele dia van. Zit je mond met deze? Schatje, luister. Ik sta hier terug nog steeds. Of, Ja, gelukkig wel. Je moet mij niet vertellen wat je wel niet in mag nemen, hoor. Nou, aan de nacht. Morgen even de sportarts van meneer invullen. Oh ja. Moet je binnen squeezen? Zo, wat heerlijk. Ik kan gewoon weer normaal lopen. Echt? Ik heb echt geen buikpijn meer. Ja, maar ik vind het wel heel vervelend als mensen dan, kijk, het gaat zo, hè. En wat voor pijn voel je dan? En dan gaan ze de vraag zo stellen, dat ik denk... En ze zei ook, je ziet er niet uit alsof je pijn hebt. Ja, wat moet ik doen? En dan loopt ze weg en dan begin je... Ik heb pijn. Ja, moet ik daar bij die vrouw gaan huilen? Ja. Nee, hoeft niet. Het is niet nodig, maar... Soms als ik in de koers val, de ene keer help ik elkaar eigenlijk altijd. Ik wou net zeggen. Ik heb wel een redelijk hoge pijn gewend. Ja, dat heb ik, dat weet ik. Ja, en dan gaat die vrouw mij de hele tijd laten twijfelen. En dan kijkt ze me echt zo aan van, you liar. You such a liar. En dan vraagt ze, heb je ook last als je over een hobbel heen gaat? Toen dacht ik. Ja, ik zei toch al tegen jou, Mike. Ze denkt zeker dat ze een blinde darmontsteking heeft. Nou, dat heeft ze niet, hoor. Dat kon ik zelf wel zo weten. Met namelijk... Ik ben eigenlijk ook gewoon geneeskunde. Niemand wilde jou geopereerd worden. Jawel. Ik kan zoiets bij iemand... Ja, ja, dokter Google. Daarvoor noemt iedereen mij op dokter Google. Ja. Nou. Ik weet precies wanneer je blinde darm of ze gaan krijgen. Ze lopen alles na. Ze lopen alles na. Ja, ze lopen alles na. Ze sluiten alles uit. Ja. Maar ze had geen blinde darmontsteking. Nee. Ik vind het wel apart dat je... Eerst ben je daar patiënt. En nu moet je in één keer... Je bent nog steeds patiënt. Dan kom je in één keer moet je via de eerste hulp. En dan denk ik, dan komen er allemaal andere dokters. Terwijl, dat is toch van de chemo. Alleen... Ja, maar ja. Misschien dachten ze daar niet zo anders. Nou ja, ze sluiten het uit. Uiteindelijk is het goed wat ze doen. Daar gaat het niet. Ja, het is helemaal bloedskweken. Dat gaat helemaal in de oven. Ja, dat ging ze vertellen. Ik vroeg alleen maar wat voor ik. Dat is. Wat? Huh? Wat is dit? Ik weet niet wat je vader is. Hij is aan Mima. Ik weet niet, wat ben jij aan het Mima? Dat is de doventop. Deze man. Je doet net alsof, maar je bent aan het mimen. Jij bent ook aan het mimen. Maar waarom stomme vlog? Ah. Ik stik altijd in mijn paracetamol. Dan kan geen pil meer zien straks. Thank you.
nooit geloofd in jou. Ja. Maar dan met andere saus. We hebben andere saus. Wie heeft een andere saus? Wij. Wat voor saus heb jij? Chicharron. Kommetje met witte rijst. Lekker, Julie. Lekker, Julie. Wow. Kom je dan alleen maar houten stokken? Huh? Hout is dat niet meer hoe je het. Ja. Ik ben van zien hoe bruin jij bent. Jezus. Hoe is het vandaag? Nou, het is fantastisch. Maar, nee. Nou, zeg maar, want eerst begint in mond. Toen ging naar mijn buik. Dat ik helemaal niet meer was. Nee, ik schrik van jou. Ik was zeggen, oh. Oh ja. Dus ik denk, ik heb fietsen over het hoofd gezien. Hij kan niet uitgezoomd. Oh, dat kan niet. Ik vind het wat mooier. Dat is ook nooit zo geweest. Oké, hoor. Ik blijf het proberen. Ja. Anyways. Wat wilde ik zeggen? Oh ja. Dus het begint in je mond. Waarvoor ik helemaal een spoed moest op donderdag. Voor mijn buik. Dat zit nu beneden. Nou, van voor naar achter. Ja. Het is verschrikkelijk. Ik kan niets. Ik kan niet lopen. Ik kan niet zitten. Ik kan niet plassen. Ik kan niet kakken. Ik kan niks. Niks. Als ik kak, nou... Poepen. In Nederland noemen we het poepen. Oh. Nou, als ik naar de wc ga, dan verga ik van de pijn. Dan staat het helemaal in de fik. Dit duurt zo lang. En, nou, dan moet ik helemaal bijkomen. Ik ben gewoon helemaal, ik word gewoon misselijk van de pijn. Ja, het is echt erg. Het is echt heel erg. Het is echt heel zielig. Ik wist echt niet dat het zo erg was. Maar goed, ik heb dus een kussen. Is die toch nog van pas gekomen? Want de derde keer had ik dit niet. Maar de vierde keer heb ik het lekker wel. Jee. Je bent van de Eva. De Eva-getal is niet oké. Ja. Ja, het is zeker een oneef is. Het is goed. Geef je ook. Ja. 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 Nou, dus. Dat is echt super. In de mega sport. Oh, sorry! Sorry! Oh, ik heb zo'n hekel als mensen in de richting op huis niet aan doen. Nee, dat is echt. Dus, en wat voor kleur ga jij vandaag? Ik ga het weer recht doen. Ja, ik vind het mooier. Ja, dit. Ik zag het op een oude foto van jou. Zag ik het ook? Ja, ik kon ook daarom wilde ik het weer. Ja. Dus, maar ik weet nog niet wat voor kleur. Want wat we gaan doen, het is natuurlijk zondag, de dag na Koningsdag. Ja. Ik ga lekker bij mijn nichtje nagelen. Lekker nagelen. Nou, lekker nagelen. Maar... Wat ben je aan het doen? Ja, mijn spiegel even aan het stellen, maar ik heb... Mijn nagels zijn zo lang. Maar dat doe je toch niet daar? Dat is een raam. Oh, jezus. Die zit gewoon, ik denk dat is een raam. Ik dacht zo, doei. Dat is mijn raam. What the fuck, bro? Ja, mijn hoofd. Ik denk ook, doe jij? Ik hoor. Ik denk dat die raam, kijk, ik denk, de raam is nog dicht. Ja, mijn hoofd houdt ook eens op. De ene minuut ben je een mentaal wrak, leg je op bed te huilen. En nu zit je weer vol volle glorie op je turbo ring. Zit je gezellig te zitten. Je hebt helemaal glosje op je wangen. Ja? Niet goed dan? Ja, nee, hartstikke goed. Oh, ja. Gewoon mezelf op elkaar gehad? Ja, nou. Zo wil ik het zien. Oké. Okay. Maar mijn heupen zijn echt super droog, ik weet het. Koningsdag was toch gezellig. Ja, helemaal. Had je
de derby. Nou, het was niet onze derby. Vrijdag waren we in Krommeni. Zaterdag waren we in Zaandelft, jongens. Helemaal place apart. Nou, maar het was wel gezellig. Ja, het was wel gezellig. Ik wist niet. Ja, jij dat was het een beetje. Ja. Was. Nou, dat het daar was. Maar ja. Ja. Ik kon gewoon niet zoveel, want ik kon alleen maar zitten. Maar ik vind het wel gezellig. Zo optredentjes, bandje, dingetje. Vind ik wel leuk. Ja. Zangertje. Bewoners denken altijd weer, oh, de koffie is ook kut voor die nagels die je voor de deur gaat parkeren. Ja. Dat zijn wij. De BIM-nabbeljoes. Oké, okay. Ik heb nu een nieuwe techniek om de wenkbrauw in te vullen. Wat vind je ervan? Ja? Nou, ze zien net alsof ze niks ziet. Ik heb eigenlijk maar mijn best gedaan. Weet je hoe moeilijk het is om gatenwenkbrauwen te fixen? Te kleuren? Ik weet het niet. Ja, ik kan geen mascara meer doen. Echt, mijn wimpers die zijn echt aan het stijden. Hoezo kan je er geen mascara meer op? Als ik het weer afhaal, dan verlies ik al mijn wimpers. Want elke keer als ik... Dat hoef je niet te weten. Nou, wat een bitchie zijn jullie. Ja. Oh, kijk, je kan het gewoon afhalen. You are such a bitchie. Nee, hoezo? Nou, ik wil dat graag weten. Nee, zij had me gisteren een berichtje gestuurd. Waarom zijn mijn vriendinnen zo achterbaks? Nee, grapje. Ze zijn helemaal niet achterbaks. Nee, ik hou van mijn schatje. Ik wou het zeggen. Ja, soms moet je gewoon met dingen niet bemoeien. Maar ik bemoei graag met dingen. Niet mee bemoeien. Ik bemoei graag met dingen. Nee hoor. Ja? Nee hoor. Meid. Zo. De deur. Dat doet de deur dicht. Oh, jongens, wacht even. Nou, het is echt verschrikkelijk. Maar het lijkt me of ik kan bevallen. Met je ring. Oh. Ik zweer dat helpt. If you have cancer, nou oké. Okay. Als je geen wil hebt, dan moet je dit kopen. Link in de beschrijving. Kun je je aanbandjes in hangen? Ja. Daar hangt dus Henk zijn hangplek. Ja. For real. Oh, mensen, koud. Waarom loop je daar zo ver weg? Dan moet ik even dit ding dicht doen. Oké. Okay. Oh, nou, nu heb ik geen unboxing gedaan. Want, jongens, dit is een andere prik. Voor de laatste prik hebben we deze. Ja, die heb je al voor de eerste gebruikt. Hè? Voor maar, de... Hier zit echt minder in. Nee, man. Zo is het zelf. Nou, kijk, hier zit, vanaf hier zit de vloeistof. Nee, man. Wel? Hetzelfde. Ik hoop niet dat in de andere veel meer zit. Misschien zit dat ja, ik weet het. Jij voelt dit niet lekker prikken. Hou vast. Jawel toch? Ja, ja, het kleine dingetje. Die andere had de hele... Niet eruit trekken. Weet je, dat is wat ik eruit toen trok. Nou, ga
ga maar gewoon. Heb je, als het misgaat, is er dan nog één prik? Ja, die heb ik nog. Die aanbijbus is wel een uitvinding. En de coolpack. Ja. Hadden we een tipje gehad voor de aanbij? Ja, een tipje gehad van een vrouw die is bevallen. Van je nicht. Van mijn nicht. Dat ik een coolpack op mijn... Ja. Vergeetje moet leggen. Je onderste. Want ook dat kan open liggen naar de hemel. Ja, die had ik nog niet gehad. Nee, niet zo. Ja, en na de derde kwam een klein beetje. Want toen heb je die crème gekocht. Maar toen is het net niet helemaal open. Ja, het was Henk ook niet. Is Henk weer weggegaan? Ja, toen zeiden ze, maf. Nee, laat het toch maar even bewaren voor de laatste. Ja. Kom volgende keer terug. Met de hele van. Dus ik heb het hele pakket gehad. Maar het is gek dat het zo in één keer ook weer een beetje minder kan zijn. Vanmorgen lag je nog huilend op bed. Dat komt, hè. Ja. Maar mijn fidgetje, het is hel, maar daar zit je echt op. Ja, daarvoor heb je het kussen. Het is heel irritant. Een plassen doet wel echt pijn. Dat brandt helemaal. En weet je wat het allerergste is dat? Maar ja, ik hoop niet als ik morgenochtend naar de wc ga, dat ik weer helemaal verkrampt op bed moet liggen met mijn kont omhoog. Hoe oud is dit? Ja. Maar dit heb je wel gesaved, hè? De afgelopen dagen. Ja. Het is zo erg dat ik gewoon niet kan lopen. Ja. Koningsdag. Heb je dat? Volgens mij dat is gewoon meegaat naar de Chinees. Ja. Dan ben je 20 en kom je een Chinees leren lopen met een daarom heb ik altijd ook extra niet mijn pruik op gedaan. Ja, dat maar dan ziet iedereen dat het blond maakt, mag het. Ja. Dan mag je zielig zijn. Want dan denk ik, ja, dat iedereen ziet dat ik kaal ben. Dus ze zullen niet denken dat ik apelopsia heb. Apelopsia. Dat heet toch zo? Ja, apelopsia. Nou. Oh, ik moet nog... De laatste keer... Nou, niet de laatste keer. Want ik heb al een beetje smetvlees. De laatste. Tot nooit meer. Tot never again. Wil je een ijsje? Ja, is echt. Wil je serieus? Ik wil een peren ijsje. Je laatste peren ijsje van het. Dus ik denk dat ik er niks aan heb overgehouden. Wat zeg je? Nou, dat ik vandaag cola heb, ik net bij de cola heb gedronken. Wat? Nee. Ik vond het eigenlijk best lekker. Ja? Ja. Dus kopieer je toch niet helemaal. Alsjeblieft. Anders is het moment weg. Lekker peren ijsje voor het laatst. You make the world a better place. Voor de dokter. Nou, is het niet enig? Het is helemaal leuk. Ja, ben je lekker aan het krabbelen en het kriebelen? Ah! Het is niet te doen. Zo legt ze te huilen op je bed. Dat ze zo'n pijn hebt overal. Nou. Waarvoor doe je niet even die koelpak erop dan? Ik ben onderweg. Dit moet je eruit knippen. Ik ga helemaal niks eruit knippen. Jawel. Want ik ben single en rijd in de winkel. Ja, de vriendje heeft hem een trap gegeven. Ja. Dus, I'm free. Ja. Die dacht, deze meid heeft nog niet genoeg gehad. Daar kunnen we het nog wel even na 3 jaar even uitmaken. Ja. Dus we zijn heel veel tranen verder. Maar... Wel als iemand. Ja. Dus ik moet ijskringen met mijn kamer. Heel jeuk. Ja, ik hou van kloontje. Ik ben een kloontje. Ik ben kloontje. En ik ben al 5 jaar. Ik heb heel veel ijzer. En ik eet. Zo doen we dat. Oké, toedeloe. Ik heb eigenlijk zo'n borst. Laat even zien wat je hebt. De tip van Flip is een cooling down voor... Down under. Zo, hup.
voor Down Under. Even. Lekker verkoelend. Ja. Laura zijn pammetje erin en ze slaapt als een tierenlier. Nou, zeg maar dag, dag, tot morgen. Doei, nee, dat zoek je. Kijk, hele paddy. Jezus, je lijkt. Nou, ik zeg niks. Zie ik één bakje Julie. En dan. Ik zeg dat bij mijn naam. Dat, ja, maar het dichte. Nee, dat bakje, daar zit niks in. Ja, daar kwam je vanmorgen ook al mee. Dat is het bakje wat al 3 maanden, 4 maanden van jou is. Ja, en het is nu dat ik voor het eerst open. Nou, dit is voor het eerst dat jij zelf hier je pil pakt. Kijk, helemaal happy face. Dit geneesmiddel kan het reflectievermogen verminderen. Ja. Mag niet auto rijden. Nee. Wat heb je vanavond gedaan? Nee, maar ja. Als je het inneemt, mag je nu niet auto rijden. Zo, nu ga ik even een rondje rijden. Oh nee, toch niet. Nou, zeg maar dag, dag tegen je vogeltjes. Doei, slaap lekker, later.